dan drie keer. Koffie is warm. Ja, voor mij maar even. Ik was te vroeg. Ik heb vanochtend even mijn tuincentrum gemaakt. Ja, het is schattig. Die mooie tuin, maar het is allemaal schattig. Ja, ik blijf naar mijn eigen gemeente kijken. Geachte aanwezigen, het is een plechtig moment. We hebben twee burgemeesters hier bij ons in Koevertsveer. En we hebben een bord gevonden en nagemaakt. Het is niet helemaal origineel, maar we zijn er wel blij mee. Burgemeester Langers, ik wou u de microfoon geven. U zal waarschijnlijk nog iets willen zeggen tegen mij of tegen dezegene die hier is. En dan hangt er een stok aan. En die kun je straks omhoog tillen. Dan gaat uw zak eraf. Die geven we terug aan de jullie vraagman. En dan is die volgende. Zo, goedemiddag allemaal. Welkom bij het rondje. Fijn dat burgemeester Van Zanen aan mijn kant, aan onze kant ook aanwezig is. Nou, een bijzondere dag. Pontje gaat weer varen. Maar het is nog des te bijzonder omdat er een heel mooi tarievenbord ga ik straks onthullen. Maar voor ik dat doe wil ik toch even zeggen dat wij natuurlijk allemaal ontzettend blij zijn met de stichting Vrienden van het Pontje, die er toch weer voor zorgen dat ieder jaar weer dit pontje kan varen. En nou ja, dat is niet vanzelfsprekendheid. En ik denk dat ik ook wel namens de burgemeester van Amstelveen spreek, maar die doet het ongetwijfeld straks nog even. Niet vanzelfsprekend, want nou ja, ik heb even in de historie gedoken ook. En dat wist ik zelf niet, maar het pontje is natuurlijk toch een tijd echt helemaal uit de vaart genomen toen de brug gekomen was. En door de Koevert, de smederij, toen gekocht. En uiteindelijk is hij weer teruggekomen en met voor een gulden, kijk. En uiteindelijk door de gemeente plus de bevolking allemaal geld opgebracht om hem te laten varen. Nou, het is een prachtige toeristische voorziening. Verhoogt wel heel mooi het beschermd dorpsgezicht van Oudekerk in dit geval. En het is ook nog nuttig, want toen de brug uit de vaart was, toen is hij dag en nacht heeft het pontje gevaren. Dus ja, dat is dan toch heel mooi dat je daarop terug kan vallen. Zonder motor, geluidloos. Hè? Zomaar zeggen. Nou, zullen we maar overgaan tot dank voor alle vrijwilligers die dat willen doen. En we gaan over tot de onthulling. Het tarievenbord is een replica, heb ik begrepen, van het tarievenbord destijds. En Jan Kuiper, die is hierbij, de timmerman. Die heeft meubelmaker, neem niet kwalijk. Die heeft het gemaakt. En Valentina Gunther is er ook bij, die is er niet, die heeft het geschilderd. Nou, de prijzen die erop staan, dat is wel erg leuk om dan te vergelijken bij wat nu de prijs is van een tochtje. Maar we gaan het bekijken. Goed, doe ik het alleen? Ja. Ja, kom erbij staan. Het gaat gewoon weggemaakt. Tot een uur na
is goed om te gaan, hè? Alleen op werkdagen. Alleen op werkdagen. Ja. Hetzelfde kan vertellen, want ik ben kort van memorie. Ik heb wel meneer Meerburg gezien met zijn vrouw. Die staan in de tuin, geloof ik daar. Ja, ja. Dat is de eigenaar van ons onthuis. En die is ook bereid om ons altijd vrijwillig te helpen met een en andere dingen die gebeuren moeten worden. Vandaar dat het bord ook op deze plaats staat. Dit is mijn plaats. Eigenlijk had ik nu meer willen hebben. Dirk wou hem rechts, ik wou hem links. Nou, alleen ik wou hem in het midden, maar hij staat nu links. Maar meneer Versane, ik zal er niet langer over praten. Ik geef u het woord. Dank u wel. Als je van de overkant kijkt, staat hij rechts. Ja. Toch? Goedemiddag allemaal. Goedemiddag, lieve collega van de overburen. Ik ga ongeveer hetzelfde zeggen als wat zij zijn. Maar laat ik beginnen met te zeggen dat Mieke en ik heel vereerd zijn dat wij vanmiddag hier mogen zijn. Waarom? Omdat hiermee gesymboliseerd wordt een hele oude traditie. De verbinding tussen Amstelveen en Oude Amstel, die al vele eeuwen lang groot is. Het is ook nog wel handig dat die er nog steeds is. Want zoals Mieke net zei aan de overkant, als dan de vaste verbinding weggaat, dan heb je althans het pontje nog. En wij zijn als beschermvrouwen en beschermheer ook trots dat wij hier vandaag aan het begin van het nieuwe vaarseizoen mogen zijn. Nou, ga ik iets doen? Ik ga iets vertellen, wat me natuurlijk is verteld, want dat weet ik niet helemaal uit mijn hoofd. Er waren, zoals de goede Nederlandse betaling, als je iets wilt hebben, moet je ervoor betalen. En ook in vroeger tijden hingen er al tarievenborden bij de potjes aan beide kanten. De originele zijn helaas verloren gegaan. Maar, enige tijd geleden zag de dochter van meneer Koevert, Sabina, waar ben je? Dag Sabina. In het groep op Funda, ik weet niet waarom je dat deed, waarom je op Funda was, een huis te koop staan aan de Amsteldijk Noord 33C. Op een van de foto's stond een replica van het tarievenbord in de tuin. In het huis had de familie Geerlings gewoond. Meneer Koevert heeft toen onmiddellijk, u kent ook zo, de stoute schoenen aangetrokken en nam contact op met een van de dochters van meneer Geerlings. Toen bleek dat de heer Geerlings het bord bij wijze van grap had gemaakt. Het bord aan de overkant is een namaaksel. Dit is helemaal niks. Dit is gewoon hartstikke leuk. Dit is een grap.
Meneer Gerrits was, ik weet niet waarom ik dat moet vertellen, maar goed, ik vertel het gewoon. Meneer Gerrits was getrouwd met Riets van Tienen. Ja. Een dochter van Anton van Tienen, de eigenaar van de Oude Prins. Ja. Toen zei ik, ik moet naar Bar, nee, geen idee. Oh, heet het soms de Oude Prins? Ja, het is de Oude Prins. De familie Gerrits heeft begin jaren 80 een tijd in het Bonthuis gewoond en ze vonden het een zonder ervaring. Meneer Gerrits deed daar het idee op een eigen replica van het tariefbord te maken. En de dochters van meneer Gerrits schonken het bord aan Jan. En het bord is gereserveerd voor meubelmaker Jan Kuiper en schilder Gerrit Splinter. Wat is in de neem? Zijn Gerrit en Jan hier? Ja, Jan was Jan van Overkamp, de krullenbol. Ja. Meneer Gerrits zelf is er niet meer helaas. Maar meneer Gerrits is ruim vertegenwoordigd, want er zijn 3 dochters aanwezig. Net als zijn broer en zussen en de broers en zussen van zijn vrouw Riet. Fijn dat u er allemaal bent. Ik wens u allemaal een prachtig vaarseizoen. De lente en de zomer begint vandaag. Hier op het grensplak hier aan Amstel. En dit wordt een vaarseizoen als nooit tevoren. Ja. Ik moet er voor het voorbij zeggen, dat heeft Mieke ook gezegd, de tarieven zijn niet meer geldig. Oké. Okay. Varkens worden niet opengezet, die kunnen de pest krijgen. Het is wel voordelig in de eerste. Ja, het is iets goedkoper. Een halve cent, hè? Ja, leuk, hè? En als u een koe wil meenemen, dan is vast binden verplicht. Heb je hem zie het Jan? Want het lijkt wel vrij. Dit is nieuw gemaakt. Ja. Dit is origineel. En we hebben dus een beetje lak op genomen. Dit is ook wat meer. Dat zijn wel origineel gemaakt. Dit vind ik wel leuk. Om heen willen moeten bepalen en die boeren weer. Anoushka neemt met de foto's. Nou, mooi hoor. Jaap de Pontbaas. Zeker. Geweldig. Wat een eerste. Nou, fantastisch. Ik wens u allemaal een heerlijke zomer.